En de Nieuwe Leeuw onder leiding van Darmoongra heeft vandaag haar verkiezingsprogramma gelanceerd. Naast andere zaken is er ook een herstel- en ontwikkelingsplan voor Suriname opgenomen. Tijdens de toelichting van het verkiezingsprogramma leverde Moongra ook ongezouten kritiek op de regering Bouterse Adien. Men is de laatste jaren, de laatste 5, 6 verkiezingen, is men vergeten om te kijken naar dat aspect van een plan voor ontwikkeling. We moeten dit volk, we moeten die natie, dat plan voor ontwikkeling. En we moeten proberen dat we ons allemaal verenigen en met elkaar vinden om dat plan nu gezamenlijk, ja, afgestemd te gaan uitvoeren. En dan is er wel degelijk, ziet er de toekomst dan positief eruit, et cetera. Maar hoe wil je dat allemaal gaan doen, zou je vragen, zonder kader. En dat kadervraagstuk is een groot probleem. Als u mij vraagt, heb je dat kader allemaal? Ik heb het niet. Geen enkele partij heeft hem. Geen enkele partij heeft alle kader. Je hoort mensen van, we hebben kader dit, we hebben kader dat. Zijn precies dezelfde mensen die op ministeries, je studenten die nog in stoelbanken zitten, de leiding hebben gegeven van totale ministeries om te draaien. En daarmee de boel een puinhoop heeft gemaakt, hebben gemaakt van ministeries en van zaken die men totaal geen begrip van heeft. En waardoor een heleboel zaken niet zijn gelopen zoals het moet. Ook het economisch beleid van de regering is door de Nieuwe Leeuw voorzitter onder de loep genomen. Moongra vindt dat de regering nog steeds niet in staat is met geld om te gaan. Ten aanzien van de economie, we merken het grootste probleem, en de heer Samson kan u dat, heeft dat vaker ook in de afgelopen periode op zijn eigen wijze duidelijk gezegd, dat we zitten met het probleem van lenen, we zitten met gruwelijke budgetoverschrijdingen, we zitten met de instabiliteit wat prijzen betreft, we zitten met daarmee dat lonen ook op de trend volgen en op hol gaan. Wil je die rust brengen, hoef ook het wiel niet op te kijken, dan zal je de zaak structureel moeten aanpassen. Vandaar dat wij voorstaan de dollarisatie van de economie, waarbij je die hele rust kan terugbrengen. Een aantal kleinere nadelige dingen die erbij zijn, die zijn er, maar die staan in het niet ten aanzien van de enorme voordelen. Er zijn een aantal landen die dat ook hebben gedaan, waarbij de successen ook zich laten aanzien wanneer je dus dat ding op die wijze doet. Het betekent dat we geen cambio's en dat soort dingen moeten hebben, dat we ook geen prijsstijgingen elke dag mee geconfronteerd zijn en dat uw lonen, dat ze daarmee ook gestabiliseerd zijn. Dus vandaar dat wij zeggen, laten we naar die dollarisatie doen, daar hebben we een heleboel ellende hebben we daarmee bespaard. Een heleboel ellende dus bespaard. Daarom Moongra, voorzitter van de Nieuwe Leeuw, vandaag tijdens een bijeenkomst heeft het verkiezingsprogramma van zijn partij gelanceerd.